The Amazon Conservation Team Suriname, ACT, en UNESCO willen de scholen in Zuid-Suriname kindvriendelijker maken. In dat kader hebben ze een aantal spelletjes gedoneerd aan OS Kwamalasamutu. Priya Hirasing van UNESCO Suriname zegt dat deze donatie voornamelijk bestemd is voor de kleuters. En dit is in het kader van het kindvriendelijker maken van scholen. En we starten met de kleuterklasjes, omdat ja, daar beginnen we eigenlijk met onderwijs. En je weet, die jaren zijn de meest belangrijke jaren van de development, van de ontwikkeling van kinderen. Het schoolhoofd van OS Kwamalasamutu, Susan Maknak, is blij met deze donatie. De spelletjes die de school gebruikte om de kinderen bezig te houden, waren dringend aan vervanging toe. Het is welkom, omdat ik me ook dit jaar heb gefocust om alle klassen kindvriendelijker te maken. Want ik ben er al mee bezig, maar de dingen die ik in de klassen nu heb, die zijn aan vervanging toe. En het is, ik vind het echt welkom. Sommige van die materialen heb ik sowieso nodig, zoals die telraam. En die doos met die letters erop. Dat is echt om die kinderen dus aanschouwelijk materiaal, dus wat we hebben, nodig hebben voor de school. En dat is heel goed. Susan Maknak, schoolhoofd van OS Kwamalasamutu. De school heeft afgelopen dinsdag een donatie ontvangen van ACT Suriname en UNESCO. Het ligt in de bedoeling om ook sportmateriaal voor de school aan te schaffen.